Welkom bij de Trading Darts Marktflits. Het is vandaag 2 augustus, het is vrijdag. Ik ga straks even de technische analyse met je bekijken van in ieder geval Bitcoin. Ik lees weer van alles in het nieuws van bloedbad en negatief. Hoeft helemaal niet zo te zijn en ik ga je straks mijn visie laten zien. De laatste marktflits voordat Trading Darts 3 weken dicht is. Vanaf volgende week is Trading Darts in ieder geval 3 weken gesloten. Dus dan krijg je ook geen marktflitsen van mij te zien. Heb ik nog meer nieuwtjes? Ja, ik ben met een onwijs leuke training bezig. Ik krijg best wel veel vragen over mijn tradingroutine. Wat doe je nou precies? Hoe ziet dat eruit? Hoe vind je munten? Hoe maak je je analyses? Wat doe je nou? Ben je elke dag een paar uur bezig of niet? Nou, ik ga er een onwijs gave training van maken waarin ik je stap voor stap laat zien... Wat ik doe. Die training is helemaal gratis. Ik vraag deze keer wel er iets voor terug. Dus ja, is die dan gratis? Je hoeft in ieder geval geen geld te betalen. Ik vraag of je in ieder geval de pagina waarop ik die training deel... kan delen op je social media. Daar ben ik mee bezig. Wanneer de training precies af is, weet ik niet. Want ik ben nog bezig en ik ga ook 3 weken dicht. Dus ik moet even kijken wanneer... helemaal gratis dus. Zoals veel dingen op mijn website. Hè. Er staan gratis e-books op mijn website. Er staan 4 gratis trainingen op mijn website. Kijk gewoon eventjes bij de linkjes boven in het menu naar de gratis dingen. Of kijk op stressvrijtraden.nl. Daar zie je ook een mooi overzicht van wat ik allemaal aanbied. Alleen deze training wordt best wel... vol, er zitten toetsen bij, in ieder geval 2 modules en minimaal 8 hoofdstukken. Maar misschien kom ik tijdens de opname wel tegen van, er moet nog een hoofdstuk tussen of 2. Of misschien juist eentje eraf, dan moet ik eventjes kijken. Maar in eerste instantie is het best wel een volledige volwaardige training. En ik leg je echt stap voor stap uit hoe mijn routine eruit ziet. Dus ik denk heel leerzaam en helemaal gratis. Alleen even wat delen op social media. En nog iets leuks, wat ik van plan ben. Een uur lang gratis coaching weg te geven. Voor degene die het meest gedeeld heeft op social media. Een overzichtje van wie bovenaan staat kun je dan zien op de pagina. En het lijkt mij in ieder geval hartstikke leuk. Maar nu gaan we naar de technische analyse toe. Even kijken. De Bitcoin en de laatste week in het rood met gisteren een sterke prijsafwijzing. Alleen vandaag wordt die prijsafwijzing nog niet bevestigd. Want de rode candle gaat eigenlijk, dat is deze, die gaat eigenlijk door in het verlengde van waar die mee gestart is op maandag 29 juli. Hè. Dus dat is neerwaarts. Oh, blijf zitten jij. Zo, nou, dus dat is wel neerwaarts, hè? Daar moet je rekening mee houden. Dit is wel een hele sterke prijsafwijzing. Gisteren was de candle helemaal hier in het rood. Hè, dan komt de body ver over deze trendlijn heen. Voor zover je het een trendlijn kan noemen. Hè? Dit vind ik eerder een trendlijn, maar goed. Hè, er wordt naar gekeken en daarvoor teken ik hem wel. Ik had gisteren andere trendlijnen staan. Die heb ik dan verwijderd omdat die niet meer valide waren. Die waren doorbroken, significant doorbroken, et cetera, et cetera. Je kent het verhaal en ik teken dan even een nieuwe. Deze had ik gisteren getekend. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of de body al hier zat waar ik hem langs trok. En hier langs. Vandaag keek ik. En de low van vandaag zit weer precies op die lijn die ik gisteren getekend had. Nou, dat gebeurt eigenlijk vrij vaak. En dat is wat je ook onder de knie moet krijgen als trader. Minimaal. Er komt veel meer bij kijken. Wil je winstgevend traden? Niet alleen dit, want dan zou het veel te makkelijk zijn. Want dit is op zich wel vrij snel onder de knie te krijgen. Even kijken hoor. Hoe kijk ik naar deze markt? Even heel kort. Is dat een sterke prijsafwijzing, maar nog steeds neerwaarts. Hè? Ik sta er niet van te kijken als deze candle wel verder doorgaat en dat hij dit verder doorzet naar beneden. Daar sta ik niet gek van te kijken. Weet ik dat dat gaat gebeuren? Nee, dat weet ik niet. Dus ik wacht af tot ik meer duidelijkheid heb in de markt. Zo werkt dat. Als ik kijk naar deze indicator, de Anchored Volume Profile... Deze geeft weer op welk niveau er veel gehandeld is. En die niveaus waar veel op gehandeld is, zijn de candles langer. En dat zijn doorgaans sterkere niveaus van weerstand of support.
Ik heb dit hele vlak gemeten vanaf hier. Dat is dat blauwe, lichtblauwe vlak, als je dat kunt zien op de video. Dus vanaf 14 februari heb ik dat opgemeten. Ik kan natuurlijk veel verder meten, maar dat vind ik niet relevant voor het gedeelte waar de prijs nu in zit. Want vanaf een paar dagen later, 28 februari, dus zeg maar eind februari, zitten we gewoon in een zijwaartse markt. En daar zitten we gewoon nu nog steeds in. overigens wel met een uptrend die al vrij ver lang geleden gestart is. Oktober 23 zitten we, dat die steeds bounced op deze lijn. En hier is hij er wel onderdoor geweest, maar ook weer overheen gebroken. Dus deze lijn is nog steeds valide. En ik zal hem eventjes doortrekken. Dan is het wat duidelijker. Dan moet ik hem ongeveer hier zetten. Zo. En dus er is die ruimte om hier naar beneden te gaan of zijwaarts en hier op te bouncen, die is er nog steeds. Gaat hij daar doorheen breken, zitten we nog steeds met dit gebeuren dat het in het verleden nogmaals is gebeurd. En dat zeker bij trendlijnen hebben de mogelijkheid, of hoe zeg je dat, de, wacht even hoor, de, niet de intentie. Nou, ik kan even niet op het woord komen. Het is niet gek dat dit in het verleden nog een keer gebeurt, precies ook aan de lengte van wat er hier is gebeurd. Dat gebeurt regelmatig bij trendlijnen. Wat ik dan doe is, ik maak hier een trendlijn, die maak ik dan een trendstippellijn en dan zo maak ik een soort gebied van mijn trendlijn. Even kijken, zo, stippellijn en dan plak ik hem hieronder. Het nadeel is dat het best wel ruimte is. Als die zijwaarts gaat, is dat niet zo'n probleem. Maar als die hier recht naar beneden gaat, ja, kan die hier nog steeds recht naar beneden komen. Helemaal tot hier. En dan is het een flinke daling. Dan ga je weer overal in de kranten lezen van bloedbad, Bitcoin stort in. Terwijl Bitcoin gewoon nog steeds een correctie maakt op deze trend. Maar goed, buiten dat kan dit dus gebeuren als die hier naar beneden gaat. Ik zet ook even deze indicator uit. Dan zijn we die lijntjes even kijken. Huppakeetje, zo. Is dat wat helder. Dus hier zie ik nog steeds die neerwaartse druk. Overigens, even kijken. Oh nee, die zit ietsje lager. Hier zo. Dat was ik aan het vertellen. Die Anchored Volume Profile heeft hier, lopen de candles tot hier. Is misschien een beetje slecht te zien op de video, maar de candles lopen tot hier. Dus dat is ook vrij sterk gebied. Zal ik deze lijn eventjes daar... Nee, die lijn wil ik laten staan, omdat dat samen met deze trendlijn de bounce is van vandaag. Dus ik plaats even een nieuwe lijn. Krijg ik wel veel lijntjes hoor, daar hou ik helemaal niet zo van. Maar goed, het is voor nu eventjes wel handig. Even kijken, dan zet ik hem hier aan de onderkant van dat sterke gebied. Ik kan het zelf ook amper zien. Zo, daar zo. Ja, dus daar is hij gisteren wel doorheen gebroken. Maar goed, de prijs is weer zo ver omhoog gebounced dat hij echt hier ruim daarboven weer is gesloten. Alleen nu is hij weer met die rode candle bezig. Maar weet dat hier dat sterkere supportgebied zit. Als die hier gaat sluiten met de body, dan, ja, hebben we echt wel kans dat we verder naar beneden gaan. Dus alleen voor nu ja, weten we dat niet. In theorie kan het er best goed uitzien als die dit supportgebied houdt en morgen weer met een groene candle of misschien nog een rode candle om weer hierop te bouncen rond dit gebeuren en dan weer verder omhoog te gaan. Dat is allemaal prachtig. De trades die ik heb lopen zijn allemaal nog valide. Eentje heeft zijn eerste target gehaald, is er net iets onder, dus die zit nog boven mijn instapmoment. Andere trades zitten rond het instapmoment en een enkele trade zit er net iets onder. Ja, dat hoort erbij. De trades zijn nog valide, dus ik laat die lekker doorlopen. Ik hou wel in mijn achterhoofd dat er neerwaartse druk is. Dus als die neerwaartse druk doorgaat, heb je kans dat ik mogelijk mijn portefeuille op die manier bescherm om uit de trades te stappen en niet te wachten tot mijn stoploss is geraakt. Alleen ja, dat weet ik gewoon nu nog niet. Vooralsnog, weet je, is dit een hele normale marktbeweging. We zitten in die zijwaarts gebied. Dit hele gebied hier zo is gewoon een supportgebied. En op dit moment houdt dat nog. Hè? En dat doet het al sinds, waar staat die datum, 15 juli. Zitten we hierin. En als je hem doortrekt, zie je dat dit gewoon een gebied is waar hij meerdere keren opgebounced is. Maar ook er onderdoor is geweest. En weet je, dus zo heel veel meer helderheid hebben we niet om echt een actie te ondernemen. Ik bekijk de markt stressvrij. En we zien het gewoon wat er de komende dagen staat te gebeuren. Wat ik soms ook wel eens doe, is nu niet heel relevant. Dus ik open een andere chart. En dan zet ik even wat andere indicatoren.
bij. Gewoon om eens te kijken wat die aangeven. Wat ik een hele mooie indicator ook vind, is die Bollinger Bands. Even kijken wat die aangeeft. Die zit hier zo. En die open ik ook tegelijk met in dit geval de RSI-indicator. Even kijken, de RSI-indicator zie ik. Mooi, die kan nog een stukje verder naar beneden. De Bollinger Bands, daar heeft hij inmiddels de onderste band aangeraakt. Wil dat niks, niet direct wat zeggen, hè? Want hier heeft hij de onderste band ook aangeraakt. En daar gaat hij weer lekker verder naar beneden. Dus dat is even te kort door de bocht. Maar goed, de Bollinger Bands hier is wel omhoog aan het gaan. En de prijs zou dus in het verlengde van deze Bollinger Bands hier verder omhoog kunnen stijgen. Even kijken, maar het is niet een ontzettend duidelijke indicatie. Maar ik vind het wel een hele mooie indicator. Zeker als je hem vergelijkt met de RSI-indicator, waar die hier de, hoe noem je dit ook alweer? Bullish Diversion aangeeft, of de Bearish Diversion. Want dat zijn hele mooie indicaties. Maar wat leuk is, je hebt in TradingView heb je verschillende layouts die je kunt selecteren. En die kun je klaarzetten met, in dit geval, ik heb vaak de layout klaarstaan met de Bollinger Bands en de RSI-indicator. Dan kan je jezelf de analyse, kan je ook eventjes op de volgende layout openen. En eventueel een derde of een vierde layout. Om daar even een ander beeld te krijgen en te bevestigen wat je net zei. En eigenlijk dit bevestigt het. En wat bevestigt het nou? Is dat ik nu nog niet een heel duidelijk beeld heb van waar de markt naartoe gaat. Ik zie echt nog wel neerwaartse kracht die naar beneden kan gaan. Aan de andere kant zie ik ook een mooie bounce. Dus als die hier houdt, dan gaat die mogelijk verder naar boven. En is dat natuurlijk prachtig voor de lopende trades die we hebben lopen. Nieuwe trades zou ik op dit moment gewoon niet plaatsen. Want de markt is gewoon te onduidelijk daarvoor. Dus pas op de plaats. En ja, bij je swingtraden kan dat soms wel een week, twee weken. Ik heb ook wel 6 weken gewacht op een nieuwe kans. Je kunt wel per se willen traden. Hè? En veel mensen hebben toch een bullish focus. En daarmee bedoel ik dat ze de prijs omhoog zien gaan. Terwijl, hè? Want ja, daar focus je je op. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dus ik ben voorzichtig in deze markt. En ik hou hem nauwlettend in de gaten. En ik kijk daar scherp naar. Die meerdere layouts, als je die wil openen, heb je wel een abonnement nodig bij TradingView. Ik vind hem niet duur. Het is nog geen 15 euro per maand. Je betaalt dan per jaar 150 euro of zo. Die prijzen wisselen wel eens. Ik ga dat niet steeds nakijken. Maar je hebt maar 1 stapje hoger nodig vanaf je gratis abonnement tot 1 stapje hoger. Ja, er zijn beperkingen. Je kan geloof ik maar 5 indicatoren of 6 tegelijk openen. Maar ja, hoeveel wil je daar hebben? Dat abonnement is prima. En heb je nog geen account bij TradingView? Ja, dat heb je echt wel nodig. En als je via mijn link tradingdutch.com/tradingview gaat, dan krijg je $15 korting op je abonnement. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Nou, volgens mij heb ik alles verteld. Vanaf volgende week dus even 3 weken lang geen marktflits of iets anders van mij. Ja, of ik moet er ineens zin in krijgen natuurlijk. Maar in principe ben ik gewoon lekker gesloten. En ga ik lekker met mijn gezinnetje genieten van een vakantie. Mocht jij nog op vakantie gaan, dan wens ik je ook een hele fijne vakantie toe. En anders gewoon een hele mooie week, weekend, etc. Hoi!